Een icoon, de beste nummer 010 ooit. De buitenkant links was als een mes met de scherpste paas. Al vindt Harry Jambers het niet fijn als Willem in zijn rug staat, vonden zijn medespelers dat wel als Willem rugdekking gaf. Het pareltje van Rotterdam ging met zijn voetbalkunsten naar de hele wereld en zette als een, legend, als een legende onze club op de kaart. Vroeger waren de voetballers slimmer, tegenwoordig is het niet sneller, maar zoals zijn haar komt hij overal goed uit de verf. Deze, de meneer vooraan was te vroeg of Willem te laat, maar volgens mij moesten we toch altijd op tijd vertrekken in plaats van haast. Geen blad voor de mond, de kromme gaat recht door zee, zelfs Blanke Meijer kon niet verbloemen dat hij John Boskamp zijn premie geeft. Toch zag hij alleen het verschil tussen gullet en lazeroms. Zoveel inzicht, maar toch zag hij niets in het zicht. Geen hand voor ogen, toch was hij veel beter dan de hele familie blind. Onze. Ja, toch? Ja, 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 ja. Maar, maar, maar onze Braziliaan lijkt net een Joegoslaaf omdat hij niets met een bal kan, hard Hardloop... Hardlopers zijn doodlopers, toch kan hij traag zijn en eerder op de juiste plaats zijn. Zoals bij de 2-0 tegen Milaan stuurde, stuurde hij de Italianen de Milaan uit. Alle regels aan de Italiaanse laars gelapt en ze brachten de beker naar Zuid. Omdat Wim goed kan luisteren, pakt hij de beker met de grote oren. Ik hoor het publiek nog steeds juichen voor de 81 keer dat hij scoorde hij. Dirigeerde zijn team zoals hij ook van muziek houdt. Zelfs Kruis zette de klok gelijk op zijn kwaliteit en noemt hem de fundering waarop je een team bouwt. Willem gaat zitten en kijkt waar het schip strandt, want hij trotseerde alle zeeën zelf. De twee kapiteins botsten niet in een zee van tijd, omdat ze beide zoveel vaardigheden hebben. Het was logisch, volgens Wim, dat Koen zo'n goede paas kon geven. Deze baas is nooit verbaasd, behalve als hij een keer niet af moet geven. Hoe goed was het elftal op papier, je ziet alles zwart-wit zonder dat je kleur bekent. De strepen die je hebt verdiend, van hanen gum je nooit meer weg. Happel was helemaal gek, Wim moest met die grappen stoppen. Het lampje ging branden, maar het was elektriciteit om te spelen in de meterkast met de stoppen. Van alle teams waar je speelde, liever met Maradona dan met Pelé. Willem blijft gaan, alleen zijn dochter kan er nog een stokkie voor steken. Maar even aan je kleindochter, je vindt het toch wel fantastisch van hem. De scheids lijkt op je konijn en straks klim je over het joep van het hek en maak je flappie van hem. <laughs> Natrappen is onrecht bij de krommen, maar menig hebben daarom ook hun scheen gebroken. Snap dat tegenstanders Willem zagen en een elleboog eromheen gaan lopen. Feyenoord speelde het beste positiespel ter wereld, beter dan voetbal is oorlog. In 020 scheppen ze op over het tiki-taka voetbal, maar het totaalvoetbal is totaal niet verzonnen. Wat wel verzonnen is, is deze tekst net ter plekke.